Mijn naam is Ruud Verret, de boekverkoper van Schiedam Nooit. U gaat stoppen, kunt u daar iets over vertellen? Nou, over het stoppen valt natuurlijk heel weinig te vertellen, want dat is iets wat, waar je naartoe leeft en wat op een gegeven moment op je pad komt. Dus daar valt weinig over te vertellen. Ik kan wel vertellen dat ik naar het moment van stoppen verlang. Dat het niet zozeer is dat ik er geen zin meer in heb of zo. Maar ik vind het nu wel tijd om afscheid te nemen van het boekenvak. Ik ben in 1969, ik was 16 jaar van school gekomen. En de ouders van mij zeiden van, nou, het wordt tijd dat je ook bijgedragen aan het budget van de familie. En ik werd op pad gestuurd om te gaan solliciteren. En zo ben ik in de boekhandel gerold en eigenlijk nooit meer eruit verdwenen. En hoe kijkt u erop terug? Met heel veel plezier. De ontwikkelingen in de boekhandel die zijn gigantisch geweest. Vroeger deden we alles via papiertjes en daar is de automatisering voor in de plaats gekomen. Houdt natuurlijk in dat heel veel personeelsleden overbodig zijn geworden en dat je het zonder hun af kon. Ook het patroon is veranderd van het bestedingspatroon van mensen. Vroeger had ik een heel klein kastje met spanning staan. En inmiddels zijn dat 3-4 kasten geworden. En het aandeel literatuur is heel erg toegenomen in de laatste periode. Aan de andere kant zie je ook wel rubrieken verdwijnen. Een woordenboek wordt minder. Een encyclopedie wordt helemaal niet meer verkocht. Sterker nog, als je de krant openslaat, dan worden ze allemaal gratis te koop aangeboden. Wel zelf afhalen dan. En wat vindt u van de contact met de mensen hier? Wij hebben een hele sterke band met de mensen van Schiedam Noord gekregen. Maar dat bouw je ook op als je hier 40 jaar zit als boekverkoper. Dan ga je gewoon een sociale functie ga je creëren. Ja, er zijn mensen die hier wekelijks binnenkomen, die hier bijna dagelijks binnenkomen. Er zijn mensen waar je zelfs borrel mee drinkt als ze jarig zijn of op andere gelegenheden. Kortom, heel plezierig contact met de mensen in Schiedam Noord. We zijn nu weg uit Schiedam, maar we zijn verhuisd naar Vlaardingen. Maar we komen hier nu ook weer terug, omdat dit een fantastische boekhandel is. Ze hebben veel en als ze iets niet hebben, dan is het er binnen een dag. En wat is uw opinie? Hetzelfde. Wel dat dit de laatste schelmenstreek is die Ruud heeft ontleverd. Jeetje, echt al jaren. Ik weet niet te herinneren hoe lang, maar echt al sinds ik eigenlijk klein ben. Ik kom hier vandaan, dus ik kom hier echt al jaren. En hoe beviel dat? Goed. Het is altijd leuk om hier rond te snuffelen en te kijken naar nieuwe boeken of reisboeken. Tijdschriften ben ik vooral ook fan van en dat koop ik graag bij hen. En heeft u ook dan goed contact met Ruud? Ja. We hebben goed contact met Ruud. Mijn man heeft ook ooit zelf een boek geschreven. Dat heeft Ruud toen hier verkocht. Dus het contact is heel goed en leuk. En hoe vaak komt u hier ongeveer per maand, als u dat kan zeggen? Per maand? Jeetje. Ik denk dat ik zeker wel 8 keer per maand hier binnenloop. 6 tot 8 keer per maand, ja. Of een tijdschriftje, of gewoon eventjes de kinderen willen altijd even rondlopen. Of hebben een boek nodig voor een verjaardag. Wat vindt u ervan dat Ruud gaat stoppen? Ja, ik vind het heel jammer. Ik was ook een beetje geschokt. Maar ik gun het hem absoluut. Dat hij lekker gaat genieten van zijn pensioen samen met zijn vrouw. Ze hebben hier zoveel jaren met zoveel inzet gewerkt. Zult u het contact met deze vaste klanten gaan missen? Ik ben ervan overtuigd dat voor heel veel mensen nog het contact blijft bestaan. En dat die nog best, dat we elkaar wekelijks zien, ook weer om eens een keer gezellig met elkaar te borrelen en terecht te komen. Die afspraken zijn ook wel gemaakt. Maar er zullen ook mensen bij zijn die uit het beeld verdwijnen. Dat klopt. Bovendien, ik woon in Schiedam-Noord, dus ik zal nog regelmatig in het winkelcentrum ook boodschappen halen. En ik blijf nog maar 1 dag per week beschikbaar om bij te springen.